Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. With golden hair and pretty pink cheeks, what could be worries? With clear blue eyes, it's hard to see how dark I can be broken. All this time, playing blind, you're throwing shades. I've never felt so low. But your golden hair and your pretty pink cheeks never caused you worries. Dit is Noordewien. Agoeie, welkom bij Noordewien. Joet met één gast rond de tafel, die in het Omroep Friesland café. We kennen haar als een singer-songwriter van het Veen, maar ze is intussen verhuizen naar Grijnsland en ze bouwt al een paar hier een mooie, stevige muziekcarrière. Dat heeft al resulteerd in hele mooie releases. Onder andere heb ik mijn laatste EP, die nog maar crackling uitkwam is. En daarvan heb ik een aantal singles, helle of noemers in ieder geval. En één draaien voor het begin van dit programma, Ella Line. Ik had door Katje Pottevets, Katie Kars. Ja. Leuk dat je er bent. Welkom. Dankjewel. Vanaf straks het hele verhaal door hoe die muziek en westeerst. Hoe is het? Goed. Ja, ik heb een beetje turbulente week achter de rug. Maar ondertussen is alles weer een beetje tot rust gekomen. Ja, we volgen die een beetje. Maar de laatste weekend werd wel heel heftig, hè, volgens mij. Ja, ja, ik heb mijn EP uitgebracht vorige week vrijdag. En toen, ik speelde popronde. Dus had ik in het weekend had ik nog twee popronde-shows. En toen mocht ik maandag in het voorprogramma van Blauwtoen spelen. Dus het ging allemaal opwaarts en mijn EP werd goed ontvangen. En toen donderdag kwam ik aan bij de parkeergarage. En toen was al mijn apparatuur, al mijn instrumenten uit de auto gestolen. Ja, ik heb via Instagram die in paniek wat mij kregen, maar... Ja, ik was compleet in paniek, want ik trok de kofferbak open en de grond zakte onder mijn voeten vandaan. Ik dacht, oh mijn god, wat moet ik nu doen? Maar ja, ik heb een filmpje gemaakt en dat is ondertussen 600.000 keer bekeken. Dus een crowdfunding is opgezet. Dus ik heb ondertussen de financiën weer, zeg maar, rond en ik kan binnenkort weer nieuwe spullen kopen. Maar toch, je worst nightmare komt uit, had ik het idee dan. Ja. Ja, het is natuurlijk gewoon, de financiële waarde is fijn dat hersteld is. Maar dit is ook gewoon, deze spullen heb ik gewoon 5 jaar over gedaan om dat langzamerhand te verzamelen. Weet je wel, om dat allemaal bij elkaar te sparen. Ik heb op deze gitaar heb ik mijn EP ingespeeld, heb ik mijn eerste optredens gedaan. En een gitaar voelt gewoon een beetje als een soort van derde arm. En die dan in één keer weg is. En... Het is toch een soort van kindjes is. Maar. Ja, ja. Dus nou, dat krijg ik helaas niet meer terug. Maar aan de andere kant, het zijn ook maar spullen. Dus ja. Ik ben blij dat het op deze manier allemaal is hersteld. Ja, maar het is wel een tronaagbaan. Ja. Voorstellen. Ja, het was even heel stressvol. Dus ik heb gisteren geprobeerd even helemaal te relaxen. En vandaag verder ook niet zoveel gepland. Ja, het is toch ook gewoon het feit... Want daar ben ik nog steeds wel heel boos over. En daar heb ik ook echt heel hard om gehuild. Ik zei, hoe haalt iemand het in zijn hoofd om aan iemand anders zijn spullen te zitten? En ook nog eens instrumenten, weet je wel. Kijk, het is natuurlijk ook heel kut als je laptop wordt gestolen of zo. Maar dit zijn instrumenten waarvan je gewoon weet je wel, elke muzikant werkt er keihard voor. En om zijn passie, zeg maar, daar kan ik gewoon geen begrip voor opbrengen. Dat vind ik echt heel lastig en daar ben ik nog steeds heel boos over. En ook gewoon dat iemand dus in mijn auto is geweest. Vind ik nog steeds een naar idee. Dus dat... Ja, daar moet ik even overheen komen nog. Maar... Ja, ik merk het toen die stem. Ik nog redelijk wankel wat dat betreft. Ja, ik ben er gewoon gefrustreerd over. Dat ik denk, wie haalt het in zijn hoofd om dat te doen? Maar ja, die mensen zijn er helaas. Ja, helaas hoor. Ja. Ja. Maar
Die kom je het left net zien. Dat dit Big Benny is, ja. Ja. In de titel, nou ja, dan heeft het zelf wel even. Nou, prachtig EP uit. Ja. I'm Changing My Mind. Geef het aan wie het weinig houden. Daar heb ik even een noemer van draait. Hoe wie dat trouwens, dat het eindelijk clear is, de wereld ingeet. Ja, het is heel grappig, want op de dag dat je iets uitbrengt, dan krijg je altijd appjes van, hey, gefeliciteerd, happy release day. Maar het ligt dan eigenlijk altijd al een maand klaar. En je bent dan al een half jaar of misschien langer ben je al bezig geweest met maken van die EP, van die nummers. Dus nou, het is niet dat ik er dan al klaar mee ben of zo, maar het is wel dat ik denk, het voelt eigenlijk al niet meer zo speciaal of zo. Je bent meer een soort van opgelucht van, oh yeah, het is eindelijk. Eindelijk is het de wereld in, maar ja, meer een soort van opluchting en blijdschap, maar niet meer dat euforische wat je misschien hebt op het moment dat je nog bezig bent met het maken van de EP. Ja, want voor het publiek is het natuurlijk nagelnij. Precies, en voor mij is het al, ja, want ik heb Adeline, heb ik bijvoorbeeld echt al ruim een jaar geleden geschreven. En dan ga je door het hele proces van hoe moet het gaan klinken en op een gegeven moment is het af en dan moet je nog wachten tot het uitkomt. Dus dat is ja, dat is een beetje weird, maar dat blijft zo met releasen. Ja, wat ligt er op een gekke manier over naar je noemers kleerbewijzen verspreken? Bist je al bij ons kruwen? Nou, er liggen altijd liedjes klaar. Bist je eigenlijk constant ons kruwen? Ja. Ja, en er liggen ook heel veel. Want kijk, een EP bestaat natuurlijk maar uit 5, soms 6, maar in dit geval 5 nummers. Dus dat was ook een selectie van wat ga ik dan nu maken. En er waren ook heel veel liedjes waarvan ik dacht, nou, misschien passen die even niet op deze EP, maar dan weer voor de volgende. Dus ik ben nu alweer aan het evalueren van, er zijn al een paar liedjes waarvan ik denk, oké, dit komt sowieso op de nieuwe EP. Misschien moet er nog wat bij. Dus ik ben weer ook veel aan het schrijven en aan het kijken van welke stap wil ik nu ook zetten als artiest. Van wat wordt het vervolg? Want het eerste is altijd het eerste. En dan vervolgens, dan moet je toch rekening houden met wat je al hebt gedaan. En hoe je dan jezelf weer kunt ontwikkelen of ontplooien als artiest. We kenden die al een tijdje intussen en we hadden die, nou ja, opgroeien zo in de muziekwereld. Nou, ik doe ik altijd ontziekje van welke kant we ook op. Mm-hmm. We steeds van in gevoel op dit stuit, want best wel een periode bezig. Ja. Niet zonder succes. Nee. maar grut succes is het nog net, is echt nog wel in een opbouwfase of best van in gevoel al verder intussen? Hoe zorg je dat zelf? Nou, ik heb het idee dat ik altijd een soort van ongeleid projectiel was. Dus ik deed altijd wat ik nog steeds doe. Muziek maken met heel veel plezier en heel veel passie. Maar ik denk dat er nu voor het eerst in mijn carrière een heel stabiel fundament ligt. Een heel duidelijk plan. Waar ik naartoe wil. En wat ik daarvoor nodig heb. En wie ik daarvoor nodig heb. En eigenlijk ben ik nu gewoon zo dat pad aan het bewandelen, zeg maar. En ik denk, wat ik in het verleden deed, ook de laatste paar keer dat ik hier was, dat was ook met een andere band en met hele andere muziek. En dat was een beetje van, nou, wat er komt aan, waar je dat komt, zeg maar. En dat pak ik, of dat pakken we dan aan. Maar dat was verder zonder plan, eigenlijk. En dat is ook heel erg mooi. Misschien voor die fase was dan in zesde, zeker in het hele begin. Misschien mat het ik wel zag, hè? Ja. Aanrommelen en rotzooien. Ja, daarom voelt het nu misschien juist ook weer veel beter, omdat ik dat ook heb gedaan. En je moet natuurlijk altijd als muzikant een beetje blijven aanrommelen, want het is gewoon geen niet in die zin een business of zo. Het is niet dat je en geen kantoorbaan, hè? Precies. Van 9 to 5. Ja, het moet soms ook een beetje aankomen waaien. Dus als een creatieve beroep. Ja. Ja. Zoals het als dien beroep? Ja. Fulltime? Ja, nou, ik heb een tijdje geleden ook ontslag genomen. Omdat ik me gewoon volledig op de muziek wil focussen. En dat lukte niet. Dus ik heb nu geen baan. Ik ben werkloos, maar nou ja, dus niet. Die baan is popmuzikant, toch? Of zij iets? Ja, singer-songwriter. Ja, nou ja, goed. Mijn baan zie ik echt iets als wat ik niet vrijwillig zou doen, zeg maar. En dit doe ik zowel als om er mijn toekomst mee op te bouwen. Ja. Maar ik zou dit ook bij wijze van spreken vrijwillig, omdat het gewoon echt mijn passie is. Ja, tussen hobby en werk, hè? Ja, de classic van mijn hobby mijn werk maken, ja. Maar doe plakst er net het stikkerke baan op, dus. Grappig. In die zin, ik wil hier natuurlijk van kunnen leven.
Maar een baan heeft voor mij altijd de lading gehad als iets waar je naartoe moet. En iets wat je moet doen om je geld mee te verdienen, om van te kunnen leven, zeg maar. En nogmaals, ik zie dit echt als mijn carrière en als mijn toekomst. En dus ook waar ik mezelf van ga onderhouden. Maar baan vind ik gewoon een beetje, of werk vind ik een beetje denigrerend bijna voor iets waar ik zo gepassioneerd over ben. Het is gewoon te leuk eigenlijk. Ja, het is gewoon, ik zie het meer als mijn roeping waar ik ook mijn geld mee verdien. Ja. Maar mijn werk vind ik dan een beetje, ja, vind ik gewoon niet een leuke term. Nee. Dan skippen we die. Ja, ja. We draaien straks mee van de EP. Een prachtig nummer vond ik zelf ook. Ik vond dit hier trouwens. Girl. You did good. We draaien even aan het verhaal. Ja. Girl, you lost track of time. But love what you do and people like. Girl, maybe you lost your mind. But I know you feel... Kegos, oftewel Katja Poltervets, met het nummer Girl, You Did Good. Zij is hier de gast, daar ben ik hartstikke blij mee. Want ze is wel vaker in Noorderwien-West. Dus is een artiest die gaat zijn eigen gang en je ziet ook het groeien en ontwikkelen. Door te beginnen met de stap maken naar Grains te gaan, hè? Ja. Wie dat echt een muzikale keuze die maken haast erin of weer gewoon toeval? Nee, ik ging daar studeren. Opleiding of studeren? Ja, ik heb nog nagedacht over de, hoe heet dat hier in Leeuwarden? Academie voor Popcultuur of Popacademie. Maar of het conservatorium heb ik ook nog over nagedacht in Zwolle, maar ik heb op een of andere manier altijd een hekel gehad aan muziekopleidingen of zo. Ik ben op een gegeven moment ook gestopt met gitaarles, omdat ik het verschrikkelijk vond om dat allemaal uit een boekje te doen. Dus op het moment dat iets moet, dan wil ik het niet meer. Dus ik dacht, nou, ik wil die muziek gewoon zo vrij mogelijk laten. En toen heb ik communicatie gestudeerd in Groningen. Dat is echt iets heel anders. Maar ja, dat helpt me nu ook af en toe met... Wat een leuke opleiding. Ja. Ja. Maar ondertussen, wie is met akkoorden bezig en melodietjes? En, Ja, ik heb wel heel even de gitaar ook aan de wil gehangen, hoor. Dat ik even dacht, want ja, je doet ook gewoon een opleiding en je bent ook gewoon student. Dus daar heb ik ook gretig gebruik van gemaakt. Maar ja, op een gegeven moment kwam het weer terug en toen dacht ik, let's go. Ja. Let's go for it. Ja. Totaal. Ja. Ja, prachtig. Ja, ja. Dit nummer, wat is het verhaal van Girl, You Did Good? Klinkt een beetje van, yes, ik ben trots op mezelf. Ja, dat klopt. Ik had toen niet een relatie, maar iets met een jongen die ik heel indrukwekkend vond. Maar ik had eigenlijk heel vaak het idee dat ik op mijn tenen moest lopen om bepaalde goedkeuring te krijgen of te verdienen, waardoor ik mezelf ging veranderen en mezelf ging aanpassen. En toen ik dit liedje schreef, toen besefte ik me dat eigenlijk het enige wat ik af en toe van hem zou willen horen was dat het oké was of zo, of dat ik het goed gedaan had. Ik heb dit liedje trouwens hier in Leeuwarden geschreven met een producer hier uit Leeuwarden, Ico Balt. En het liedje is eigenlijk een opsomming van alle dingen die hij had kunnen zeggen. Dus girl, you lost track of time, but love what you do. And have people like, soort van, dit had je kunnen zeggen, dit had je kunnen zeggen, dit had je kunnen zeggen. Maar het enige wat ik eigenlijk wilde horen was, hey, je hebt het goed gedaan. En het liedje is super happy, omdat ik uiteindelijk gewoon, toen ik het uitbracht, dacht ik, ik wil niet meer in die afwachtende rol zitten om te hoeven wachten totdat iemand dat tegen mij zegt. Ik kan het gewoon ook tegen mezelf zeggen. Dus elke keer dat ik dit liedje speel tijdens een show, word ik me er eigenlijk bewust van dat ik dit tegen mezelf kan zeggen. Girl, you did good. En dat het gewoon, dat het oké is en dat ik het goed doe. Ja, prachtig. Ja, daar ben ik artiest voor, hè? Om dat soort gevoelens uiteindelijk in zo'n nummer te vatten natuurlijk. Ja. Vind je dat nooit eens moeilijk? Want het is eigenlijk een heel persoonlijk verhaal, hè? Of jou dat die juiste energie om dat te delen met het publiek? Het is natuurlijk wel soms moeilijk om de gedachten die je hebt te vatten in zowel tekst als melodie als een soort van verhaal in, nou wat is het, 3 tot 5 minuten. Tuurlijk is dat lastig om
daar de woorden voor te vinden. Maar waar we het aan het begin ook over hadden, soms komt het gewoon naar je toe. En soms moet je er wat meer moeite voor doen. Soms lukt het helemaal niet en dan moet je het ook gewoon laten. Maar dit liedje kwam eigenlijk vrij natuurlijk. Dus ja, soms is het wat meer worstelen dan de andere keer. Zo is het leven. Zo is het leven. Zeg ik oldschool, ja, gast, ja. Maar even goed. de komst van het VN, daar ben je eigenlijk al heel lang met muziek bezig. Hoe jong wist je toen het begon? Wat de dwaam met muziek? Natuurlijk had iedereen had op een gegeven moment de stereo aan en lustigst muziek. Ja. Wat is de soundtrack van die jeugd trouwens? Ja, mijn vader luisterde heel veel classics. Was echt fan van The Doors en van Guns N' Roses. Ik niet per se. Ik weet nog wel dat ik echt heel erg geobsedeerd was door een videoband die wij hadden van een concert van Michael Jackson. We hadden twee videobanden, Michael Jackson en Michael Flatley, de tapdanser. En ik weet nog echt dat ik helemaal geobsedeerd was door die banden. Maar dat was ook gewoon, denk het show-element van hen beiden. Dus de dans en soort van de storytelling van de show. En het hele excentrieke, dat vond ik denk ik heel, heel fascinerend. Maar, dat is... Die beide dingen heb ik eigenlijk zeg maar niet de rockkant of de klassieke kant. Dat was allemaal niet mijn ding. Ik ben denk ik vooral zelf in het volkstraatje ben ik gerold. Omdat toen ik 6 was, ik had natuurlijk AMV gehad. En toen ging ik op gitaarles. En toen werd ik eerst nog weggestuurd door de gitaarschool. Of door de muziekschool. Omdat ik eigenlijk te klein was voor de kleinste gitaar. Ah nee. Dus ze zeiden kom volgend jaar maar terug. En, dat zie ik in ukulele jong houden. Ja, dat had ook nog banjo, dat had ik ook kunnen. Ja. Ik wilde eigenlijk altijd viool spelen, maar mijn vader zei, nee, doe maar gitaar. Dus ik dacht, oké, is goed, dan gaan we op gitaarles. Maar al snel wilde ik mijn eigen liedjes gaan schrijven. En toen ging ik wat meer het volkstraatje in. Dus ik weet nog, de eerste artiesten waar ik echt van onder de indruk was Katie Tunstall. Dat zij altijd alleen op het podium stond en ze had zo'n loop... pedaaltje. Dus zij was ook een beetje die one-woman band. Dus zij nam dan een soort van percussie op live en daar ging ze overheen spelen, daar ging ze overheen zingen. Black Horse in a Cherry Tree is een liedje. Heel tof, dat heb ik ook heel lang gespeeld. Dat was, daardoor werd ik heel erg geïnspireerd en bijvoorbeeld Kimbra deed dat ook. Ja, een beetje de vrouwen met gitaren. Dus Céla Sou, Lien Le Havas, dat was toen... En toen ging het ook wat meer van folk naar dus die soort van soul en jazz. Beetje jazzachtig, kant. Ja. Ja, dus dat zat er eigenlijk al heel jong in. Dat heb ik toen een tijdje even achterwege gelaten. En nu is dat dus toch weer teruggekomen. Dat zijn toch nu weer hele grote inspiratiebronnen voor mij. En wij moesten op gitaarles... jaar of 7. Ja, en waarom? Uit verveling of is daar echt al voor een doel bij of zo? Nee, ik denk... Ik was sowieso altijd een kind... Ik vond alles leuk als kind. En ik denk ook... ik weet niet. Ik denk dat in de eerste instantie... Ik heb er nooit echt over nagedacht eigenlijk. Maar mijn vader... Mijn ouders kwamen uit Oekraïne. En... daar heb je natuurlijk allemaal van die volksmuziek, weet je wel. En dat is allemaal heel, heel verhalend en heel veel emotie zit daarin. Heel anders dan de Nederlandse. Of nou ja, op een bepaalde manier heel erg hetzelfde, maar toch weer heel anders dan de Nederlandse. Er zit heel veel poëzie zit daarin. Een soort van literaire vibe zit daar eigenlijk aan. En dat is allemaal van die gitaarliedjes. Ik weet niet of je daar een idee bij hebt van die Slavische... Ik denk het haar Slavische, ja. Dus ik denk eigenlijk dat mijn vader... Een hele andere traditie, hè? Dan wij hier kennen natuurlijk. Ja, daar wordt ook echt op feesten wordt dan gitaar gepakt. Weet je, we gaan met z'n allen liedjes zingen. Misschien was dat wel een soort van achtergrond van mijn ouders. Dat ze dachten van, dit is tof, weet je wel. Hierdoor gaat ze ontwikkelen. En ik vond het fantastisch. Dus ik dacht, ja, weet je, let's go. En toen op een gegeven moment toen kreeg ik een gitaar van vrienden van ons. Kreeg ik cadeau. En... Ja,
dat ging gewoon helemaal uitpluizen. En een paar jaar later komt mijn prachtig mooie EP uit. Ik geef er nog wat van draaien. Love will do the work. I feel the time flying by like a man on the run. And he's beating the gun. But I guess I'm not. I'm sipping my wine. Another hour just died. I'm looking down at my breasts. All I see is the sweat. A result of my head. Katie Koss en Love Will Do The Work. Van haar EP die het Cracklin uitkwam is, I'm Changing My Mind. Ze is hier de gast. Katja Poltervet, we kennen haar natuurlijk als muzikante van het VN, Jere VN. Maar ze zit al een tijdje in Grenzeloom. En nou, het gaat best hartstikke goed met haar carrière. Popronde op dit tijd vrij druk. Fabrikant Blauwzoen, Histloer. Even dikke paniek omdat alle instrumenten jatten binnen. Maar dat is gelukkig regelen met een crowdfunding actie. Die EP, maar waar is die bakker? Wat voor team hast u inmiddels om die hinnen verzamelen? Nou, de EP zelf eigenlijk met een heel klein team. Ik schrijf zelf en met andere songwriters. Dus kun je altijd alleen of gist zitten met een oor? Beide. Dus soms dan schrijf ik een liedje alleen. Soms dan schrijf ik een liedje en dan maak ik het daarna af met iemand anders. Om het nog even een soort van lift te geven. En soms dan schrijf ik gewoon überhaupt het hele liedje met iemand anders. En op een gegeven moment kwam ik in contact met een gitarist, songwriter, Jan Schreuder. Die was nu de gitarist van Chris Berry. En ik had echt vanaf de allereerste keer dat ik met hem zat, hadden we echt... Volgens mij was de allereerste sessie was Adeline. Toen hebben we dat liedje geschreven. En dat was gewoon meteen dat ik dacht, oké, hier zit wat bijzonders. En ik heb ook Lil Durano met hem geschreven. En toen later kwam eigenlijk bij dat team kwam Thijs van Zutphen. Hij is ook een bassist en producer uit Utrecht. En zij, die combinatie van hen samen, dus Jan heeft al wat meer ervaring als ook onderdeel van Causes, van de popband van een tijdje geleden. En met Chris Berry, die heeft gewoon heel veel ervaring op het gebied van songwriting. En Thijs was wat meer de moderne producer, zeg maar, die de, voor mijn gevoel heel erg die eigentijdse sound kon neerzetten. En met mijn liedjes en mijn ideeën over waar ik naartoe moest, was dat een soort van ideale driehoek. Het was ook tof dat we, want we hebben dus eigenlijk de hele EP steeds in Hilversum bij Jan in de studio gemaakt. En met z'n tweeën dan kun je een soort van ja-nee krijgen. En nu als er ergens van, nou, wat vind jij? En dan was er altijd 2-1 of 1-2. En dan kwam er altijd een discussie op gang, waardoor je naar mijn idee nog betere keuzes maakt of zo. Ja. Waardoor je echt dat creatieve proces gewoon een soort van ja, omhoog werkt. Ja, nog weer beter, nog weer beter. Ja, omdat je een beetje linksom, rechtsom. Ja, niet te veel mensen, maar wel genoeg om er een soort van nou, bewust proces van te maken. Want als het zo'n studio ingeest, dan hast natuurlijk al een bepaald idee, neem ik aan. Ja. Maar dat is nog lang net clear. Dus dat hele studioproces hartstikke wel nodig om toch een soort eindproduct te komen. Ja, het is zeg maar wat ik dan maak zijn van tevoren altijd demo's. Dus de schets van het liedje staat in principe. En de schets van hoe het zou moeten klinken. Maar vervolgens moet je nog heel veel arrangementen gaan bedenken, gaan maken. Dus dat is zowel, ja, dat is gewoon super creatief. En dat is aan de ene kant, wat heeft het liedje nog nodig? En hoe bewaak je nou die kern? En bij mij gaat het ook wel heel erg over het verhaal en waar mijn stem heel erg centraal staat. Dus hoe zorg je er ook voor dat dat volledig tot z'n recht komt? Het is een soort van puzzel waar je gewoon, ja, we zijn ook denk ik wel drie maanden ermee bezig geweest. En dan ga je weer weg en dan denk je, oh, ik heb het nog even geluisterd. Misschien heeft het dat nog nodig. En dan kom je de volgende keer terug, 2 weken later. Nou, dan ga je er weer verder aan bouwen, een soort Lego. Lego van een liedje. Is dat leuk? Ik bedoel, kan het ook regelmatig artiesten niet noemen. En die leven van een optreden. Ja. En de oren vindt het heel tussen de knoeien. Maar eerst een laptop, een pre-productie, een demootje maken en dan de studio in. Of is het beide leuk? Nou, ik had natuurlijk al heel lang niet meer gespeeld.
En toen ik deze EP ging maken, had ik ook nog helemaal niet de liedjes of iets met een band gedaan, omdat het voor nu echt een solo project is. Dus ik dacht eigenlijk helemaal toen met corona, weet je wel. Dan zit je zo in je veilige bubbel en dan ga je een paar keer naar de studio. En dan op een gegeven moment dacht ik, shit, straks vind ik het eigenlijk helemaal niet meer leuk om op een podium te staan. Ik vond het ineens heel spannend worden dat ik dacht, oh, ik moet straks die liedjes gaan spelen. En ik weet nog helemaal niet met welke band ik dat wil gaan doen en hoe dat gaat klinken. Dus ik dacht, oh, misschien ben ik nu wel zo'n artiest geworden die dat helemaal niet meer leuk vindt. Maar nu speel ik dus de popronde en nu denk ik weer, oh ja, ik moet straks ook weer een keer de studio in. Dus nou, ik ben eigenlijk heel blij dat ik dus gewoon eigenlijk net zoveel energie krijg van beide dingen. Het is gewoon heel tof om iets te bouwen en dat dan vervolgens te presenteren en dan weer te gaan bouwen en dan weer te presenteren. Dus ja, ik vind het allebei heel leuk. Ja, ik heb iets voorstellen inderdaad. Hoe zit het qua publiek? Voelt dat in het begin heel moeilijk of juist net maar op te trainen? Publiek, maar te entertainen, die maar te enthousiast rijdt je. Doe zes ongetwijfeld, ik moest van die optredens gewoon hard, dat stinkt van, hallo, ben ik er nog? Weet je wel, dat zal heel wisselend wijzen, denk ik, of net? Ja, met een popronde sta je natuurlijk wel af en toe voor een borrelpubliek, zeg maar. Maar ja, dat hoort denk ik ook een beetje bij de popronde. Ja. Moet zeggen dat ik dat wel echt de meest verschrikkelijke optredens vind. Ik weet niet, ik zou mezelf niet per se een entertainer noemen in de zin van dat ik echt een feestje ga bouwen bij mijn show. Ik denk dat mijn show heel dik is en dat de muziek die wij maken echt heel goed in elkaar zit. Maar dat het bij mij echt veel meer gaat om het vertellen van het verhaal. En dat ik en denk ik ook het publiek het leuker heeft op het moment dat ik wat meer luisterpubliek heb. Dat ik wat meer kan vertellen over de liedjes. Dat ze echt kunnen horen hoe het in elkaar zit. Ik ben zeg maar niet de act die een feestje bouwt en de tent afbreekt. En daar heb ik ook helemaal, zo ben ik ook niet en daar heb ik geen behoefte aan. Maar ja, dat wisselt nu nog heel erg. En ik hoop natuurlijk dat ik uiteindelijk dan mijn publiek kan vinden en dat het publiek mij kan vinden. En dat we daar allemaal wat meer van kunnen genieten op de manier die bij mij past. Precies, ja. Ja. Telling a story. Ja. Hoe dat verhaal sprutsen, kreeg een persbericht. Zolang er mensen zijn die de behoefte hebben om mij te vertellen hoe ik me moet gedragen, kleden, voelen en uitdrukken, voel ik de drang om dat te bevragen en, waar nodig, te bestrijden. Ja. Ik denk zo, dat is ja. Is dat bord mee bezig? Is dat een worsteling of juist net? Nou, ik noem mezelf ook wel de nieuwsgierige rebel. Dus ja, eigenlijk alles wat ik doe, probeer ik over na te denken waarom ik het doe en wat me drijft. Mijn EP heet ook I'm Changing My Mind. Dus ik verander van gedachten over de dingen die mij zijn aangeleerd. Verloren 10 gedachten omdat het gewoon wat ouder was, omdat de wereld verroert, er is van alles aan de hand? Of begint het met die gedachten niet steeds verroren? Ik denk een combinatie. Ik denk sowieso dat ik heel heel nadenkend ben ingesteld. Dus ik ben echt een denker en misschien ook wel een maler af en toe. Ja, bij piekers toch? Nou, niet per se piekeren, maar wel dat ik vind denken een heel mooi iets. Wij zijn trouwens ook als mensen, in tegenstelling tot dieren, de enige die kunnen denken over onze gedachten. En dat vind ik gewoon heel interessant. Maar dat zorgt er ook voor natuurlijk dat we hele moeilijke situaties voor onszelf creëren als mensen, dat we dus af en toe wel gaan piekeren. Maar ik vind het gewoon heel interessant om erbij stil te staan. Ik denk ook dat er nu een soort van verschuiving in de maatschappij plaatsvindt, waarin we allemaal wat bewuster worden. Dus we gaan wat meer nadenken over hoe we ons leven inrichten, wat we belangrijk vinden. En daarbovenop komt denk ik ook nog eens mijn leeftijd. Ik ben 26, dus ja, ik denk dat je dan ook gewoon wat meer gaat nadenken over wie ben ik eigenlijk en wie wil ik worden? Wat wil ik opbouwen en wat vind ik belangrijk? En ik denk dat als je artiest bent, tenminste dat vind ik als artiest, dat ik een positie heb om
dingen uit te dragen en om anderen mee te nemen in mijn verhaal daarin. Dus ja, als mensen tegen mij moeten zeggen dit moet zo of dit hoort zo of dit is gewoon zoals het is. Ja, dan word ik daar een beetje opstandig van. Ja, daar hebben we in het Frieske mooi woord voor, dwarsbongel. Ja. Ja. Ja, nou dan... Ik ja. Gewoon een dwarsbongel. Ja. Ja, oh heerlijk. Ja, nee, daar ben ik wel, daar heb ik wel absoluut te zwak voor. En wat ik wel grappig vond, ik ben van een oudere generatie en in de jaren 80, toen ik de leeftijd hier, wie er bij een protte, ik leeftijdsgenoten spraken van een generatiekloof. Hè. Wij moesten nu echt losmeidje van de orde, ouderwetse jaren 50 cultuur. Mm-hmm. En ik dacht een beetje met de nieuwe generaties, dat hele generatiekloof gevoel is een beetje voort. Maar toen lees ik een bijzin uit dat briocht. Als enig kind van Oekraïnse topsportouders betrapte ze zichzelf op een preuts en kortzichtig wereldbeeld. Toen dacht ik, er ben nog degelijk wel generatiekloven dus, of net? Ja, ik denk dat dat... Of interpreteer ik dit verkeerd? Nee. Ik denk dat dat altijd zo is. Toch ik wel, denk hè? Altijd dat... Dat degene, dat zeg maar, generaties zich gaan afzetten tegen hetgene wat de generatie daarvoor heeft gedaan. Ja, ja. Vind ik heel gezond trouwens. Ik ook. Ja, ja. Ja. Schop er maar tegenaan en wat goed is, blijft staan. Zeg. Ja. En de rest mag wel weg. Ja, nou ja, het is ook niet. Ik moet mezelf soms ook een beetje inhouden dat ik niet te veel ergens tegenaan ga trappen, omdat ik het wel vanuit een bepaalde liefde wil doen. Dus het is meer om. Moet wel opbouwend zijn. Opbouwend, wat ik trouwens echt niet altijd doe hoor. Want soms ga ik ergens er echt met gestrekt been tegen in. Ook tegen mijn lieve ouders, helaas. Die hebben het af en toe heel moeilijk met mij. Maar... Nee, wat vinden die van Sassin in zijn persbericht? Ik bedoel, misschien dat ze het letterlijk net lezen haar, maar... Nou, mijn moeder zou zeggen... Ja, zo is ze altijd al geweest. Ik was altijd ook als kind... was ik de... Anders? Nou, pittig. Pittig. Ik ben altijd een beetje pittig geweest. Wow. En ik had altijd... Nou ja, gewoon altijd... Niet per se, het moet op mijn manier of zo, maar... Ja, ik liet niet kaas niet van mijn brood eten. Nee, ik heb een eigen mening. Ja. Ja, ja. Ja, dat is nog steeds zo. Ja. Hoe gaan ze daarmee om? Of is dat leuk? Dat je dat vertaalt naar die muziek en die teksten? Of denk snappen het wel. Zij eigenlijk wel dat je een artiest eigenlijk bent die dat doet? Ja, nou... Mijn moeder begrijpt geen Engels, dus ik vertaal het altijd voor haar. En dat vinden ze altijd heel leuk. En mijn vader, die vindt het volgens mij ook allemaal wel heel, heel bijzonder. Ik denk wel dat ze af en toe... Nou, een van de dingen die ik bijvoorbeeld altijd op het podium heb... Ik draag altijd niet heel verhullende kleding. Omdat ik het idee heb, nou, ik wil een soort van daar zelf de regie over hebben. En ik wil graag aantrekken wat ik wil aantrekken. En ik heb daar wel eens wat discussies over gehad met mijn moeder. Van, wat god, trek je dat echt aan op het podium? En... daar ga ik dan af en toe met gestrekt been tegen in. En dan word ik een beetje boos. Wat natuurlijk eigenlijk heel onterecht is. Want zij doet dat met heel veel liefde. En vanuit een bepaalde bescherming. Ja, als ik snap het. Als moeders dat zeggen. Tuurlijk. Er zit altijd een dubbele lading achter. Tuurlijk, ja, ja. En als dochter snap ik die irritatie nog. Ik wil weg, denk ik. Of ja, dus het hoort er allemaal bij. Maar ik vind het... ik had ook die situatie gewoon helemaal... Ik had ook gewoon iets aan kunnen trekken... wat een soort van hele kerkelijke outfit of zo... en dan gewoon dat kunnen laten. Maar ik hou van die wrijving, ik hou van die frictie, want... Een beetje prikkelen, uitdagen. Ja, wat is ook weer dat spreekwoord? Van wrijving komt glans. Daar geloof ik echt heel erg in. Dus, maar als ik er dan zo over vertel, dan denk ik... Op het moment zelf dan ben ik altijd misschien een beetje geïrriteerd. Maar achteraf denk ik altijd, oh, dat lieve moedertje van mij, weet je wel. Ja, maar daar ben ik altijd voor. Dus, ja. Het is liefde en irritatie ligt per definitie dicht bij elkaar. Ja. Dus, maar dat snap ik ook wel. Doe best van de internetgeneratie. Ja. Je bent vrij hip en worstrijd. Ik vind het leuk om snel dingen te laten schuren. Het is vrij hip en ik. Krijg je daar reacties op? Krijg je vervelende berichten? Hoe werkt dat eigenlijk op dit moment? Ik vind af en toe... Het is inderdaad mijn intentie om daar heel open over te zijn. Maar soms... Ja, het is een beetje van twee kanten. Want aan de ene kant wil je natuurlijk voorzichtig zijn met wat deel je. Want ik ben artiest, maar ik ben ook gewoon nog mens. Dus ik wil ook gewoon een soort van privé bewaken wat ik heb. Maar aan de andere kant wil ik ook geen... dingen
vertellen die niet waar zijn, of een situatie schetsen die gewoon niet is zoals de realiteit is. Dus daar ben ik soms wel een beetje naar op zoek. Lijkt me best wel ingewikkeld. Ja, nou. En toen ben je van de generatie, toen ben je gewoon met dat internet opgegroeid. Ja. En misschien ook wel met een bepaald beeld over hoe het dan zou moeten zijn. Want je hebt wel die dingen van Instagram versus reality, dat mensen dan eigenlijk alleen maar hele positieve dingen plaatsen. En ik had dus op een gegeven moment had ik Girl You Did Good uitgebracht, mijn allereerste liedje. En toen wilde ik heel graag een filmpje maken waarin ik dan een akoestische versie zou spelen. Want ik dacht, dat is leuk, het is net een paar dagen uit. En dan kan ik even een akoestische versie aan de mensen laten horen. Nou, ik weet niet wat er die dag aan de hand was, maar ik was gefrustreerd en het lukte niet. En op een gegeven moment barstte ik echt in huilen uit. En ik had ook, mijn vriend had al de volle laag gekregen dat hij me vooral met rust moest laten. En ik barst in huilen uit voor die camera. En mijn vriend zei, maar Kat, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Want dit is er nu aan de hand. Je bent helemaal niet vrolijk dat die akoestische versie aan het opnemen. Maak hier nou eens een filmpje van. Want dit is de realiteit. En als jij wil staan voor de realiteit, dan moet je hier een filmpje van maken. Dit is Katie Kast maandagochtend met een... Met een humeur. Ja. Ja. Ja, nou ja. En toen dacht ik, goh, ja, nou ja. En dan zit je zo, weet je wel, zo helemaal verdrietig voor die camera. En dan denk ik soms wel van, goh, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig, weet je wel. Maar dat zijn dan wel de filmpjes waar de meest positieve reacties op komen. Mensen snappen het dus wel. Ja, ja, en dat verbaas ik me soms wel eens over. Dat ik misschien toch een vertekend beeld heb van, oh, mensen willen dit helemaal niet zien. Maar mensen, net zoals met die crowdfunding, mensen begrijpen het en voelen het juist mee op het moment dat ze, denk ik, ervaren dat iets echt is. En hoe meer ik dat voel, hoe opener ik ook weer durf te zijn. En natuurlijk, er zitten altijd een paar negatieve. Maar goed, dat hoort erbij, denk ik. Ja, dat mag er helemaal net op gaan. Want die peer gekken, sorry dat ik het zeg. Nou ja, goed. Gewoon, en als ik ook die wrijving en die schuring opzoek, dan kan ik ook niet verwachten dat iedereen het daar 100% mee eens is. Nee, en de ghost team echt letterlijk de wereld team is. Ja. Toen ik heel oorzaak naar een optreding is bij het publiek kiezen om daar te zien. Ja. Dus een heel andere verhouding. Ja, hier zijn inderdaad ook heel veel mensen die het gewoon... Die komen gewoon voorbij, of zitten niet eens in een algoritme. Ja. Weet ik veel. Ja. Wie is dat? Katie Kast? Nou, blup. Ja. Ja, precies. Misschien hadden die hun die dan ook net. Nee, precies. Nou ja, dus ja, ik dat hoort erbij. Daar maken ze net zo druk op. Nee. We gaan weer muziek draaien. En de ultieme horrorvraag is altijd om artiesten die ik rond tafel tevreden om even een of twee noemers uit te kiezen. Nou, we kwamen eruit. Ik met Katie Kast, Katje Poltervet, zoals Krek Inskekelhuis, zij is hier de gast in deze 1 op 1. We draaien nummer van Leon Bridges en Motorbike. We don't stop at the time, dude. Prachtig nummer, Leon Bridges en Motorbike. Het is de kar van mijn gast, Hewitt, Katie Kast, artiestenname. Katie, we hebben dit nummer. Ik geloof dat dit wel een redelijke inspiratie weer voor de EP, hè? Ja, zijn hele plaat, Gold Digger Sound heet het volgens mij. Ja, ik was gewoon echt helemaal geobsedeerd door die plaat. Dus ja, samen met nog een paar andere albums ging dit mee de studio in en zei ik, nou, als een soort van combinatie van dit gevoel en van deze sound kunnen maken, dan word ik daar heel gelukkig van. Ik ken artiesten die sinds ik maar in de oren naar een opname van een album of een EP, maar eigenlijk niks jaren, want dan luister ik en dan word ik het of nijdwaan of ik had zoiets van, oh, dat hel ik nooit, weet ik wat. Ja. Twijfels krijgen meestal dan. Dat had toen net zo bord. Nee. Dus als je het grasduin in favoriete noemen, dan denk ik, oh, dit is leuk. Dit ja, is... voor mij werkt het zelfs inspirerend. Ik ben denk ik meer songwriter en zangeres dan dat ik producer en muzikant ben. Dus ik denk dat het voor mij ook meer... ik kan het niet zo snel nadoen. Dus ik denk dat ik vooral dingen pak waar ik door geïnspireerd word. En dat zich uiteindelijk toch weer op een hele andere manier vertaalt. Of als ik dus met een producer in de studio zit, dan vertaalt die dat voor mij. Maar nee, ik ben daar nooit zo bang voor. Best op dit stuit Doana met de popronde. Een beste speellist trouwens. Ja. 10, 15 of zo? 22 nu. Of 22.
De best, en dan kom ik echt even op mijn eigen jeugd. Want ik ben altijd de fanatieke oorlezer. Ah. Dus ja, de muziek aan het oor was alles. Een soort heiligdom. En toen ben je dat oortalent uitroepen. Ja. Zei die dat wat? Want ik vanuit mijn historie, dat ik dat blad ken. Denk, wauw, dat is te gek. Ja. Is trouwens net de enige Fries, Boas. Roelen vind ik het uit Haas is ik. Dat oortalent uitroepen, dus dat wel heel grappig. Ik heb hem toevallig afgelopen week in Assen ontmoet. Nou, kijk. Ja. Small world. Ja. Het is een mooie steun. Van een carrière op dit stuit, om dat oortalent en popronde. En dit komt wel op een goed moment dus? Ja. Ik heb natuurlijk mijn EP uitgebracht. Dus dan wil je dat zo snel mogelijk aan zoveel mogelijk mensen laten horen. En ik denk dat de popronde daar één manier voor is. Want hoe ben je in plan verder nou? Nou, er staan een paar mooie dingen op de planning. En ik hoop eigenlijk nog dat ik onderdeel kan worden van Eurosonic Noorderslag. Die selectie is nu bezig. Dus Eurosonic Noorderslag, als jullie dit horen. Boeka, kom op! Nee, ja, dat zou te gek zijn. En ik ben nog heel erg aan het... Kijk, de popronde dan... is het vooral het idee om los te breken uit je vertrouwde omgeving. Dus Noord-Nederland heb ik misschien al een klein stempeltje achtergelaten. En wordt ook wel via er eigenlijk gewoon. Ja, het is gewoon nu een hele mooie, leuke manier om nieuw publiek te laten kennismaken met mijn muziek. En ook met mijn band gewoon... The next step. Ja, maar gewoon lekker veel te spelen samen, lekker veel op reis samen. Heel veel in de auto, dus dat is heel leuk. En dan hoop ik eigenlijk dat ik volgend jaar gewoon alle wat meer voor mij doelgroepgerichte festivals kan spelen. Yeah. Met als kers op de taart North Sea Jazz. Dat staat al 2 jaar op mijn verlanglijstje. Ik denk dat ik daar heel goed pas met mijn muziek en wat het publiek daar ook wil horen. Ik was afgelopen jaar zelf publiek. Dus ja, ik heb echt het idee dat daar muziekliefhebbers naartoe gaan. Dus het lijkt me heel tof om daar onderdeel van te zijn. En alle andere soul- en jazz-gerelateerde festivals zijn denk ik voor mij heel tof. Ja. Dus ik hoop dat dan in de zomer verder te zetten. In hoeverre speelt de oorlog in Oekraïne nog een rol in die leven op dit stuit? We hadden Sjoen, met Mo in het landelijke programma. Ja. Die roots van die ouders is Oekraïens. Mm-hmm. Ben je daar elke dag mee bezig? Komt er mij van bed? Of is het toch echt deels gewoon in je eigen leven leiden? Nou, ja, tuurlijk. Mijn leven hier gaat, of ons leven hier, het leven gaat sowieso altijd door. En je leeft toch een beetje in je eigen realiteit. Ja. En het is denk ik onmogelijk en ook niet wenselijk dat je constant in een bepaalde... ja, stress daarvan zit. Maar toevallig de afgelopen dagen speelt het weer even wat meer, omdat er natuurlijk weer heel veel bombardementen waren in Kiev. Ja, vreselijke beelden. Dus. Ja, daar heb ik niks aan toe te voegen. Het is gewoon... Had je contact met familieleden daar? Of gaat dat toch vooral via die orders dan? Ja, mijn moeder belt heel regelmatig met mijn oma en mijn tante die daar zitten. Dus haar zus en moeder. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat best wel lastig vind de laatste tijd. Het is natuurlijk mijn familie, maar ik heb aan de andere kant ook weer niks met... of tenminste, mijn roots liggen daar. Maar ik vind het soms een beetje lastig om dat echt te ervaren of zo. Maar te net wennen natuurlijk. Hè? Nee, ik ben er 2 keer geweest. En in die hele jonge leven ben ik gewoon een dwarsbongel van Jerry Vinger, bij wie je verspreekt. Ja, ja, klopt. Dus ik vind het soms lastig. En ik merk soms dat ik weinig gesprekstof heb met mijn familie. En dan blijft het toch mijn familie, dus dan doe ik maar... Ik doe heel erg mijn best om dat te onderhouden. Ik vind dat ook erg belangrijk. Maar helemaal nu met zo'n lastige situatie merk ik dat ik dat heel lastig vind. Omdat nou, mijn lieve omaatje, die zit daar ziek en oud. En dan vraag ik, nou oma, hoe is het nou? En dan, ja kind, gaat hartstikke goed. En dan, ja, ik merk gewoon dat ik dat lastig vind. Dus ja. Vaak luister ik mee met mijn moeder. En dan krijg ik updates van hen.
ingewikkeld, hè? Ja. 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 Ja, ik vind het heel lastig. Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Ja. We komen straks daar zo aan het eind van dit programma. Zij is het leven. Ik heb nodig ambities. Ik hoop echt dat het slaagt. North Sea Jazz. Ja, ik hoop het ook. Een heel grote whisky en sigaren in de stuur. Misschien helpt dat of zo. Ja. Wie weet. Nou ja, daar is natuurlijk managers voor en plannen en ambities. Dus dat gaat wel goed komen. De popronde rint nog wel even dus. Ik vond het mooi dat de Wiers. We gaan nog hier noemen draaien. Misschien is dat ik nog even minuut lezen. Katie Tunstall en Black Horse en The Cherry Tree. Grutte verneemde hit van haar. Mm-hmm. Zij draait vooral even dat live nummer. Ja. Nou vind ik live spelen altijd te gek. Maar waarom dit nummer en waarom zij in dit geval? Nou, ik weet eigenlijk niet eens meer hoe ik tot haar kwam. Volgens mij heeft mijn vader op een gegeven moment gezegd van, ken jij Katie Tunstall? Ja, zij was denk ik een van mijn eerste inspiraties, omdat ik het zo super cool vond dat zij in haar eentje een sfeer neerzet van een band. We hadden het eerder ook al over. Ze heeft een tamboerijn op de grond en ze heeft een loopstation. En ze bouwt dat nummer gewoon geleidelijk op met zoveel overtuiging en zoveel... Ja, ik vond het gewoon... Ik zat echt gewoon helemaal... Flabbergasted zat ik daarnaar te kijken. En dat was ook de reden dat ik een loopstation heb gekocht, dat ik ook dingen ging loopen en dat ik al haar liedjes heb ik gespeeld en al haar platen heb ik geluisterd. Ik denk eigenlijk ook onbewust dat zij een inspiratie is geweest voor mijn artiestennaam, want ik ben natuurlijk ook Katie. Dus ja, ik vind het gewoon te gek liedje en de manier waarop zij het performt live is gewoon te gek. Mooi om dit programma mij te besluiten. Dank je wel voor je komst. Ja, heel ja, soort succes daar, Weenske. Dank je wel. Blue koppig, blue dwarsbongel. Ja. Dat vind ik alleen maar leuk als woordpiek. Nice. En ik denk dat het eigenlijk het vierste mijn komst. En bij Jordi in december mij de band, Noorderwien op televisie. Wat mij betreft, ontan. En bedankt voor je komst. Succes. Ja, graag gedaan. Dank je wel.